Het is de eerste tentoonstelling sinds de heropening van het Dordrechts Museum in de coronacrisis. Ter ere van 800 jaar stad is de tentoonstelling Leven van Leer te zien, met archeologische leervondsten die opgegraven zijn in de jaren 90 op het Statenplein. We zien leer uit de middeleeuwen. En dat is 14e, 15e eeuws materiaal, late middeleeuwen. En dat komt grotendeels van het Statenplein, waar in 1997 en 98 een opgraving is geweest. En waar we helemaal diep in de bodem, 6 meter beneden maaiveld, de woning en de werkplaats van een leerbewerker hebben opgegraven. En dat verhaal, een stukje stadsontwikkeling ook over die plek, dat vertellen we in deze tentoonstelling in het kader van 800 jaar stad. En daarbij hebben we nog heel veel leer uit opgravingen die al in de jaren 60 en 70 zijn gedaan door de Rijksdienst voor het Aardrijkskundig Bodemonderzoek. En nou, daar zitten ook fantastische vondsten bij, schoenen en tassen en nou ja, van allerlei andere mooie materialen. Dus dat is hier uitgestald. Het meeste materiaal, het meeste leer is nog heel mooi, heel goed geconserveerd. En dat komt eigenlijk omdat het luchtdicht verpakt zat onder zo'n 6 meter afval en mest en resten van oudere huizen. Dus dat hele pakket, daar kwam geen zuurstof bij, zeg maar onder dat pakket. Het materiaal lag in een beetje een vochtige bodem, dus het vergaat niet. Net zoals textiel en hout en bot blijft organisch materiaal zoals leer dus goed bewaard. Wat er wel gebeurt is dat het materiaal van linnen, die is verdwenen, want dat vergaat wel. En daardoor vallen die schoendelen uit elkaar en dan heb je een losse zool en een los bovenblad en een los hieldeel. Dus we hebben hier heel veel schoenen staan die erbij staan alsof ze nou ja, zo uit de grond kwamen. Dat is dus niet zo, die zijn gerestaureerd. U vertelde mij net dat er bij een woning is gezocht hè, van een leermaker, een leerbewerker. Wat kunt u mij vertellen over de persoon die daar heeft gewoond? Ja, over de persoon, de leerbewerker zelf, weten we natuurlijk niet zoveel. Er staat niks in een archief geschreven over deze persoon. We hebben alleen zijn huis gevonden. We weten dat het een houten huis was van ongeveer 9 bij 13 meter. Maar ja, we hebben geen naam bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk jammer. Wat we wel denken is dat er meer dan één persoon in die woning heeft gewerkt. Dat er meerdere leerbewerkers daar decoreerden, leer en de voorwerpen maakten. Want je ziet ook in het leer verschillende typen van decoratie. En je zou kunnen zeggen, zoals bij een schrift van een monnik, je ziet meerdere handen. Maar dat is gissen. Dat is gissen, ja.